Mijn naam is Hella Huuk en ik ben journalist voor onder andere RTLZ. Ik verdiep me al vrij lang in handelsverdragen omdat ik me zorgen maak over onze democratie. En ik zal je vertellen waarom ik me daar zo'n zorgen over maak. Ik ben vorig jaar naar Roemenië afgereisd. Dat is een goed bewaard geheim, maar daar ligt de grootste goudmijn van Europa. En er was een Canadees mijnbedrijf die wilde dat goud uit de bergen halen. En ze hadden daar ook toestemming voor gekregen van de Roemeense overheid. De bevolking die zag dat helemaal niet zitten. De Roemenen zijn ook massaal de straat opgegaan. Echt heel bijzonder voor een land met een communistisch verleden waar demonstreren helemaal niet gewoon was. Want die mensen wilden dat niet, want ze hadden zoiets: dadelijk is ons landschap helemaal kapot, de grond is vervuild en na 10 jaar is die mijn uitgewonnen en dan zijn die banen die we even creëren, die zijn ook wel weg. Laten we inzetten op dingen als ecotourisme. Toen heeft het parlement gezegd: oké, we draaien die beslissing terug. Het Canadese mijnbedrijf sleept nu Roemenië voor een arbitragetribunaal, helemaal in Washington. Dat is namelijk ooit een keertje vastgelegd in een handelsverdrag. Ze krijgen waarschijnlijk nu een claim van miljarden aan hun broek. De claim is zo groot dat hij waarschijnlijk de hele omvang heeft van hun gezondheidsbudget, moet je nagaan. In TTIP en in CETA zitten ook dit soort clausules. En dat betekent dat een Amerikaanse multinational de Nederlandse overheid voor een arbitragetribunaal kan slepen. En dit is nou precies waar ik me zorgen om maak. Dat onze eigen nationale rechters gepasseerd worden als wij TTIP of CETA afsluiten met de Verenigde Staten en met Canada. Nou, als we natuurlijk eenmaal in zo'n verdrag stappen, dan zeg je het niet 1, 2, 3 weer even op. En dat betekent dat we er heel lang aan vast gaan zitten. Dus we moeten heel erg goed nadenken of we dit wel willen. Want dit soort verdragen kunnen onze soevereiniteit aantasten.